In het SBS 6-programma vertelde Rutger Kastrikum: Weet je wat ik nou zo grappig vind? Hij filmt dit toch zelf? Dan moet je je voorstellen: hé, hey, je staat in je woonkamer en dan sta je jezelf te filmen en dan schiet je vol. Dat kan toch niet, dat bestaat toch niet? Helene Hendricks zei daarop: Ja, dus toch wel. Naast Rutger vond ook Jack van Gelder er het zijne van. Je kan het wel opnemen, maar hoeft het toch niet te laten zien. Natuurlijk voelt Gordon zich weer eens beledigd. Ach gut, ze vallen weer over elkaar heen als het erop aankomt om mij te kwetsen of beledigen, schrijft de man. Dat kan toch niet, zegt Rutger Kastriekem, die van de week met zijn bek vol tanden stond vanwege de smakeloze grensoverschrijdende filmpjes van Pauwnet. Hij heeft me meerdere malen gesmeekt of ik in zijn programma wil komen, omdat hij zo'n fan is en nu dus dit. Volgens Gordon mag je kennelijk je emoties niet laten zien. Lachen is geen probleem, maar als je volschiet omdat je binnen vier maanden een horecazaak uit de grond stampt, dan is het theater. Ik begrijp dat Rutger en Jack van Gelder niet meer dan gewend zijn om maandelijks hun hand op te houden bij de NPO en nog nooit iets van een uitdaging zijn aangegaan in hun leven. Vandaar ook de bekrompen reactie van beide heren. Ook Helene Hendricks wordt niet gespaard. Ook zij. Ik heb dat schaap nog nooit ontmoet, zei cynisch dat ze er echt zin in had en praatte lekker populistisch mee, want Gordon Bashen scoort immers. Een dom blondje dus in optima forma. Ik denk dat ze beter Max Geheugentrainer kan gaan kijken met haar 65-jarige man in plaats van mijn programma straks. Maar weet je, geef mij geen aandacht en negeer mij lekker IPV iemand onnodig te kwetsen zoals in elke talkshow het geval is. Tot slot is Aaron Baden in zichzelf gaan geloven, meent Gordon. Hij noemde mij weer instabiel. Lieverd, heb je de school voor journalistiek gedaan? Stond je op de gang tijdens de lessen? En waarom mij benaderen via John van den Heuvel of je het alsjeblieft weer goed kon maken met mij, omdat je er zo mee zat? Echt, ik ben helemaal klaar met dit soort types. Dus ik ga heerlijk helemaal los vanaf 6 september.